ja, dat kost gewoon geld. Moet je geen 9 keer per jaar doen. Misschien moeten we het nog een keer uitleggen, hè, Sarah Suus. Dat als je 7 kinderen hebt en dan 7 feestjes per jaar doet, dat wel heel veel centjes kost. Het is gewoon niet te doen. 9 keer, nou wat zal het zijn, €300 wat je kwijt bent aan een verjaardag. Nou, hoe dan? Het vierde gezin dat we het komende half jaar volgen in hun financiële handel en wandel is de familie Geerts met 7 kinderen. Toen waren dat mijn boodschappen. Zo, lukt het? Het is veel, hè? Ja. Oké, de leukste familie van Nederland. Hallo, wij zijn de familie Geerts. Ik ben Maarten. Ik ben Annemarie. Ik ben Jim. Ik ben Sam. Julia. Guus. Sarah. Suus. Wie ben jij? We wonen in Den Haag, in dit huis. Dit is ons huis. Ik zorg voor al deze kinderen. En ik ben een netwerkarchitect als ik aan het werk ben. We doen het van €4.750 per maand. Bij de familie Geerts is de grootste uitdaging elke maand weer: hoe krijg je het rond als je een gezin met maar liefst 7 kinderen hebt? Hoeveel boodschappen haal jij? Nou, dit is zeg maar mijn weekboodschap. En dat is €450 per... tenminste, als ik het netjes doe, hoor. €450 per week. Maar goed, dit is wel gewoon wat er doorheen gaat. Want ik probeer wel zeg maar daarop te besparen. Maar ik vind dat ook wel een soort lastig. Mijn moeder die ging altijd naar de slager en naar de... Ja, dat deed ik vroeger. Dat gaat niet. Dan ben ik de hele week alleen maar boodschappen aan het doen. Nee. Dus al die mensen die zeggen, nee, maar dat kan veel goedkoper. Moet je lekker naar de markt gaan. En bij een andere goedkope supermarkt mocht, dan denk ik, ja, toedeloe, daar heb ik geen tijd voor. Dat gaat per week doorheen. Bij de familie Geerts gaan ze bewust met geld om. En Maarten en Annemarie checken dan ook regelmatig hoe het ervoor staat op de bankrekening. €5.000 loon erbij. Nou, dat is mooi, dat is een goede maand. En dan even kijken, dan gaat het tv gaat eraf. Internet, dat is €71. Oh, hier, en is dat mijn abonnement, mijn telefoonabonnement? Ja, 10 per maand. Jeetje. En dan de hobby's van de kinderen, dat is de paardrijden, scouting, natuurwacht. Want meer sporten doen ze bij ons niet. Ja, €375 per maand. Ja, paardrijden is een is gewoon een grote dure hobby. Ja, even kijken hoor. Ik zie hier nog de mijn toelagen. Mijn toelagen? Ja, mijn huishoudgeld. Boodschappengeld. Ja, boodschappengeld. €750, maar dat is lang niet genoeg. Ik raakte zwanger toen ik nog in de collegebanken zat. Was dat de bedoeling? Nee. Nee. We gingen geen kinderen nemen. Nee, ik vond kinderen. We gingen niet trouwen, wij namen geen kinderen. En, nee. Was daarna, binnen 9 maanden, was ik weer zwanger. De volgende kwam ook eigenlijk vrij rap, dus binnen 3 jaar 3 kinderen. Dus ik had mijn handen vol. Ja, en toen waren het ineens 7. Maar dat was niet de bedoeling. Ik was echt carrièrevrouw. En ik ging echt niet, geen kinderen. Dat vond ik echt stom. En dan ging ik meer geld verdienen als meiden. Ja, dat was mijn doel. Alleen hier stond vroeger onze bank. Die moest op een gegeven moment wel plek maken voor de tafel. We hebben aan de zijkant een stukje huizen bijgeknutseld. Ja, uiteindelijk hebben we een beetje op YouTube gekeken naar filmpjes. Hoe je een beetje kan verbouwen. En uiteindelijk dachten we, nou, volgens mij kunnen we dat ook wel zelf. Volgens mij heeft het €27.500 gekost. En zou het normaal, nou, zou je zeker €40.000-50.000 kwijt zijn geweest. Dus door zelf te klussen hebben Maarten en Annemarie destijds zo'n €22.500 bespaard en het huis geschikt gemaakt voor z'n 9. Omdat het veel te duur is om voor 7 kinderen apart een verjaardagspartijtje te geven, zijn ze daar bij de familie Geerts definitief mee gestopt. Maar dat wordt niet door iedereen gewaardeerd. Misschien moeten we het nog een keer uitleggen, hè, Sarah Suus. Dat als je 7 kinderen hebt en dan 7 feestjes per jaar doet, dat wel heel veel centjes kost. Voor de familie Geerts is het vandaag een bijzondere dag. 2 van de 7 kinderen zijn namelijk jarig. Deze ochtend staat weliswaar de jarige tweeling Suus en Saar centraal. Maar omdat ze met zoveel zijn, worden dit weekend tevens de verjaardagen van alle andere gezinsleden gevierd. Als je bedenkt wat ik nu kwijt ben, deze afgelopen dagen zeg maar, aan boodschappen en aan cadeautjes en aan versiering en aan voorbereiding, zeg maar, nou, dat kost gewoon geld. Moet je geen 9 keer per jaar doen? Daarmee vangen we dan dat financiële stukje af, want het is gewoon niet te doen. 9 keer, nou wat zal het zijn, €300 wat je kwijt bent aan een verjaardag. Nou, hoe dan?
Hoe werken ze? Het wordt weer 3 weken stofzuigen. Maar op de dag zelf maken we er ook een groot feest van. Dus het is vandaag Sarah en Suusdag, zullen we maar zeggen. Ah, oh, fantastisch. Ja. Nou, hier, dat is toch hartstikke feestelijk? Als die open gaat, ja. Dan moeten we stofzuigen. Sarah en Suus! Ja. Komen jullie? Oké. Wat zal dat nou zijn? Nee, die weet het al een beetje. Daar komt hij, hè? Hocus pocus Pilatus Pas. Ik wou dat er een fiets was. Nou. Hey. Wauw. Hey, dit zijn tweedehands fietsen. Waarom heb je geen nieuwe gekocht? Ik vind het gewoon zonde als ik nou een nieuwe fiets koop. Nou ja, over een week is de eerste kras erop, over een maand de eerste roestplek. Over 2 jaar passen ze niet meer op en dan moet hij door. En nou ja, nu heb ik een fiets gekocht voor 60 euro. En over 2 jaar verkoop ik die weer voor 60 euro. De volgende dag is alles kant en klaar, dus de feestgangers kunnen worden ontvangen. Als het goed is, is alles klaar. Kijk, brood, zoet, drinken, hapjes. Dus als het goed is, hoef ik het alleen maar te pakken. Kijk, we hebben de koelkast gevuld. Die is daar helemaal vol. Nou, de pot hebben we klaargezet. De verjaardagspot, die kan straks gevuld worden. Ja, super. Kijk eens even bij elkaar zo. 2 tweelingen. De grote pot. Daar zijn we natuurlijk wel heel benieuwd naar wat daarin zit. Hij heeft goed zijn best gedaan om cadeautjes voor iedereen te kopen. Ja, 50 euro. Nog een keer 50 euro. Dus hoeveel hebben we bij elkaar? 150. Nee, we zijn nog niet klaar. 60. 260. Zo dan. 350. Zo dan. En dan gaan we met z'n allen uitrusten. En aan de wijn, hè? En aan de wijn. Het is kerstochtend, maar dat betekent niet dat de 7 kinderen van de familie Geerts mogen uitslapen. Annemarie en Maarten zijn super georganiseerd als het om de financiën gaat. Maar er is ook een strak plan voor de feestdagen. Kerst is een dure periode, maar we doen niet aan cadeautjes. We hebben één grote uitgave wat we met kerst altijd doen. En dat is dat we met z'n allen gaan paardrijden. En dat is gewoon een family happening. Een soort traditie. Ja, ja. Het is nogal een volksverhuizing als wij met z'n allen gaan paardrijden. Nou, we zien jullie zo bij de manege. Ja! Goed luisteren naar opa en oma. Een beetje zin in, jongen. Omdat Suus, Saar en Jet nog te jong zijn om paard te rijden, zijn opa en oma ook van de partij. Zij volgen de ruiters in een speciaal ingehuurde koets. Weet je wat ik wel mee zou nemen? Dat is het geheim van de moeder. Gewoon heel stiekem gewoon... Grote zakken. Ja. Hallo. Want dit is een beetje een hobby van de hele familie, toch? Ja. Je moet op paard rijden. Voor mijn moeder. Niks moet. Alleen vroeger. Als je er dan net op zit en je valt eraf, dan zegt iedereen wel nee, ik wil niet meer. Dan moest je wel door. Als je op een sport gaat, moet je het afmaken. Er zijn geen watjes. Als je eraf valt, is dat jammer. Word je hard van. Voor Guus is het extra spannend, want het wordt zijn eerste buitenrit en hij heeft nog nooit gegaloppeerd. Guus zit in de beginnersles, die stapt nog rondjes in de bak. Ja. Dus voor hem zal dat rete spannend zijn voor het eerst naar buiten. Ja. We hebben ook zijn lerares gevraagd of ze ook meegaat, zodat ze een beetje op hem kan letten. Ja. Dus ze zei, desnoods bind ik hem aan me vast, dan komt het allemaal goed. Ja. Wie vindt het leukst van de kids? Adi! Dat is al duidelijk, ja. Zullen we een draadje doen? Ja.
help je. Goed naar Sas luisteren. Ik dacht echt dat het gaat fout, gaat fout. Ik dacht echt dat het niet goed. Bus, Euron is naar de rest. Langere teugels, Guus. Lange, kortere teugels versturen. Ja. Yes. Oké, okay, dan galopperen we ze aan. Goed zo. Oei. Dit is echt vet. Wauw. Super. High five. Super. Yeah. Ja, goed gedaan, man. Het was best spannend, hè? Ja. Ja. Ben je blij dat het voorbij is? Ja. Maar ik wil het wel nog een keer doen. Wil je nog een keer? Ja. Ja? Ga je volgende keer gewoon mee? Ja. Je hebt het goed gedaan. Ja. Geen cadeautjes dus, maar al met al wel een kostbare grap. De koets, twee instructeurs en de paarden. Bij elkaar komt het uit op €255. Jij gaat betalen, hè? Ja, ik ben erheen. Ik ga pinnen. Wil je pinnen? Okay. Yes. Het is €255. Zo, het is voor niks. Hoppakee. Bij de familie Geerts zijn ze aan het bijkomen van de geslaagde buitenrit. Het is tijd voor de kerstborrel. Een pan vol glühwein. Denk je dat we vier flessen genoeg hebben? Wie wil er allemaal warme chocomel? Yeah. Wat staat hier nu allemaal op tafel en wat heb je eraan uitgegeven? Oei. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. We hebben volgens mij voor de verjaardag hebben we een fles met jenever gekregen. Met kruiden. Ik heb 3 pakken chocomel. De kerstkakker, die heb ik zelf gemaakt. Dat is gewoon een soort krentenbrood met lekkere vulling. Nou, €20. Daar, ik geloof wel dat. Het was echt heel duur. Ja. Vooral veel gezelligheid met elkaar. Dat is, ik denk eigenlijk dat we dat wel het allerbelangrijkste vinden met kerst. Dus niet de mooie kleren of de grote cadeaus of het uitgebreide eten. We vinden het gewoon belangrijk dat we, dat we lekker samen zijn. Het regent, het regent. Ja jongens, het regent. We gaan even naar binnen. Dat kan gebeuren zo rond de kersttijd. Wauw, jij kan goed piano spelen. Zo. Jongens, kom je aan tafel? Ah. Het is niet te lang geweest. Nee, het is helemaal goed. Was het een duur stuk vlees? Het was een duur stuk vlees, ja. Maar ik hoop dat het waard is. Nee, we zijn geen vrekken. Nee, we vinden geld uitgeven heel leuk. We zijn niet van het oppotten, zeg maar. En we hopen ook gewoon dat als we straks dood neervallen, dat we gewoon ook gewoon in ons laatste dubbeltje stinken. Weet je wel, ik vind het... Nee, je moet, geld is ook om uit te geven. Ja. Je moet wel goed sparen, maar nee, we zijn geen vrekken. Jij hebt ook wel wijn, hè, Anne? Ja. Ik hou het eigenlijk best wel een beetje simpel. Dus gewoon een beetje... Ja, groenten, wat ik dan de appeltjes en de peertjes en een aardappeltje en een lekker stukje vlees. En straks een lekker toetje. En dan gaan we daarna lekker koffie drinken. En dan, dan vind ik het wel genoeg kerstgedachten voor vandaag. Iedereen gevuld bord. Smakelijk eten. Bord. Eet maar lekker. Ons voornemen is om het wat rustiger te doen volgend jaar. Nou ja, met alle kids erbij heb je dat niet altijd in de hand. Ja, en de grote vraag is natuurlijk of we nog voor nummer 8 gaan. Wij zeggen dus nooit meer nooit. Dat hebben we al 3 keer gedaan. Het is qua financiën soms puzzelen, maar ook Maarten en Annemarie hebben zo hun eigen ding. Ik rij heel graag paard. Toen zei Maarten van, weet je wat, ik ga ook leren paardrijden en dan kunnen we samen paardrijden. Nou, ik vind het belangrijk dat je... samen dingen hebt, anders dan kinderen opvoeden. Maar Maarten heeft zelf ook een serieus kostbare liefhebberij. Ja, ik rijd motor. Dat is een beetje mijn hobby. En ik robbel aan motoren, zal ik maar zeggen. Annemarie is inmiddels een paar maanden aan het lessen en binnen 2 weken mag ze haar examen doen. Ik heb een poging gedaan om bij hem achterop te gaan zitten. En ja, ik vond het gewoon doodeng. Dus toen zei Maarten van, waarom ga je niet zelf je rijbewijs halen? En 1 opstaplesje en ik was verkocht. Yeah, darling, go away.
Hoewel ze haar rijbewijs nog niet op zak heeft, hebben ze op internet gezocht naar een geschikte motor voor Annemarie. Zo, ben ik klaar voor? We gaan naar Ede toe en dan gaan we eventjes kijken naar een motor. Gaan we even proberen hoe die rijdt en ja, of ik hem wel leuk vind. Hoe kom jij nu aan je nieuwe motor? Nou, marktplaats. Ja, logisch. Ik ga dat niet nieuw kopen. Een mooie versnellingbak. Nou, we zijn bij de motor terechtgekomen. Kijk, je ziet hem hier achter staan. Maart gaat even een testrondje maken. Hij heeft daar meer verstand van dan ik, dus spannend even. En zo weer terug. Zo dan. Hij stond voor 4000, maar deze, er zat nog wat werk aan, dus ik kon hem voor minder kopen. Alles goed, behalve z'n drie. Want het is z'n drie gekke geluiden maken. Ja, hij giert wat, hè? Ja. Ja, dat klopt. Dat doet hij. Ja. Hij stond voor 4000. Ja, 3500 was de prijs uiteindelijk. Ik kom eraan. Echt stoer. Voor Annemarie Geerts nadert nu het uur U. Samen met haar instructeur zit ze te wachten tot ze op mag voor haar motorrijexamen. Het hele motoravontuur heeft tot nu toe al meer dan 5000 euro gekost en ze voelt de verplichting om te slagen. Ja, we mogen. We mogen. Ja, gezonde spanning. We gaan het gewoon doen. Een half uur lang moet Annemarie laten zien wat ze kan op de motor. Haar instructeur en de examinator volgen in de auto. Zelf is ze niet ontevreden. Het ging helemaal goed. Ik liet alleen één keer mijn motor afslaan. Dus maar goed, dat gebeurde bij het stoplicht. Ja, dus nou hopen dat het gelukt is. Ja. Ja. Ja, fingers crossed. En dan krijgt ze meteen de uitslag. Zo, zijn we terug. Ja. Ik ga je hand geven. Oh, serieus? Even. Dankjewel. Ja, ik ben echt opgelucht. Het heeft allemaal een hoop geld gekost, maar ik heb nou mijn rijbewijs en blijft allemaal binnen de perken. En ja, echt super gaaf. Ik kan niet wachten om naar huis toe te gaan om het te vertellen aan het gezin. Hij is mama. En. Ja, natuurlijk. Ik heb mijn motorrijbewijs. Dan kun je bij mij achterop. Ja. Annemarie is al uren op en aan het redderen. Eindelijk heeft ze even tijd voor zichzelf. Ze komt tot een opzienbarende ontdekking. Ik zit eventjes boven. Ik had namelijk afgelopen dinsdag ongesteld moeten worden. En dat ben ik niet geworden. En ik was ook eigenlijk ook wel een soort van moe. En ik voelde me niet zo heel erg lekker. En ook in de ochtend smaakte de koffie niet meer zo. Dus ja. Is geen twijfel mogelijk. Nummer 8 is op komst. Jeetje. Want is het een geplande zwangerschap? Nou, half-half. Half. Okay. Wij vrijen om de vruchtbare datum heen. Ja. Mm-hmm. Nee. En toen moeten wij gewoon niet doen. Ja, jullie zijn super vruchtbaar samen. Ja. Ja. En dat terwijl ik zo oud ben. Dan wilde ik het inderdaad ook nog even met jullie even hebben over de prenatale screeningstesten die beschikbaar zijn in Nederland. Wilden jullie daar wat meer informatie over krijgen? Nou, als ik het... Mag ik het... Ja. We hebben eigenlijk besloten om gewoon niet te testen. Omdat we gewoon alle twee vinden, wat er ook uitkomt, daar hoort ook een beslissing bij. Dus als je gaat screenen, dan moet je ook daarna beslissen. En die beslissing willen we niet maken. Nee. Dus jullie kiezen inderdaad heel bewust. Elk kind is welkom. En daar hebben we van tevoren hebben we dat al met elkaar besproken, ja. Dat we dat niet willen.
We hebben wel gekozen voor de 20 weken echo. Dat is gewoon een uitgebreide screening die je doet. En dat is meer om te voorkomen dat je bevalt van een kind wat geen medische hulp krijgt. En dat willen we voorkomen. Maar in principe gaan we eigenlijk voor alles. Voor alles wat nu op ons pad komt. Ik ben vooral heel benieuwd wat de kinderen gaan zeggen zometeen. Nou, dan ga ik Femke even een seintje geven. Ja, spannend. Het is tijd om een echo te maken. Straks weten we of alles goed is en of het één kindje is of wellicht weer een tweeling. Omdat Annemarie met haar 44 jaar niet meer de jongste is, zitten ze met de belangrijke vraag: is het babytje wel gezond? Ja, het ziet er echt allemaal super goed uit. We zien hier een mooi kloppend hartje. Oh, zo blij. Ja. Wat een opluchting, hè? Oh, god. Ja. Gefeliciteerd, jongens. Ja, dankjewel. Je weet gewoon dat hoe ouder je bent, hoe meer risico eraan zit, hè? Het bewijs. Ja. Het bewijs. Mooi. Dan blijft er nog één zorg over. Zit er één kindje in de buik of wordt het wellicht weer een tweeling? Het zit bij ons in de familie aan twee kanten. Drielingen en tweelingen. En weet je, ik heb het al een keer gehad, natuurlijk een tweeling, en ik weet wat een impact het heeft. Dus... Dat is wel spannend. Ja. Ja, dat vind ik wel een dingetje. Als ik mag wensen, dan wens ik gewoon één kindje. En niet drie. En ook niet twee. Eens even kijken. Gaan we even door de buik heen scannen. Eens kijken of er inderdaad niet eentje iets verstopt is. En het is er één. Geen drie? Oh, een opluchting zeg. Lekker trappelen. Ja, ja, en ik voel dus gewoon, ik voel dus echt de baby. Gaaf. Ja. Dit is goed zo. Weet je, dit kan er gewoon nog prima bij. Als het er twee waren geweest, dan hadden we gewoon de hele boel weer moeten omgooien. Had Guus de kamer weer in moeten leveren. Ach, arme Guus. Ja, nee, dat had... Nee, maar het is er eentje, het is helemaal goed. Ja, het is goed, het is een opluchting. Zo, nou alles laten landen. Ja, ik moet er even bij komen. Nee, ik was helemaal niet gespannen. Nee. Jongens, komen jullie? We gaan de tafel dekken. We zijn met z'n allen, Guus. Dus met z'n... negen. Annemarie en Maarten hebben alle zeven kinderen bij elkaar geroepen omdat ze een verrassing hebben. Ze gaan onthullen dat Annemarie zwanger is. Er zijn tompoezen gehaald en ze maken er een bijzonder evenement van. Heeft iemand al enig idee wat we zo gaan doen? Van de verrassing? Tompoezen. Tompoezen, ja. Maar waarvoor krijgen jullie die tompoezen? Als we het goed doen. Wat denk je? Speelgoed. Ja, speelgoed. We hebben een doosje waar de verrassing in zit. Dus dat is geen paard? Jawel, ik had toch een briefje met erop. Je krijgt een paard. Ja. Ik zal een verrassing pakken, jongens. Ik denk dat we Ja, we moeten hem hier en dan even iedereen erbij. Wie durft er te kijken? Ik. Je vindt het spannend, hè, Jules? Jules gaat zo weer flauw vallen. Nou, Guus, wat is het? Kijk eens wat dit is. Foto van een? Babytje. En wat is dit? Kleertje van een? Die van mij. Babytje. Je ziet hem ook gewoon. Wat vind je ervan? Ja, leuk voor hun. Ja? Ja. Dat is gewoon, ja. Nou, ik vind er niet zoveel van. Ik vind het allemaal best. Maar ik vind het vooral leuk voor hun. Ik wilde het heel graag, maar ik had echt verwacht dat ze het niet zou doen. Ik had eerder verwacht dat ik een paard zou krijgen dan dat ze nog een baby zou nemen. Ja, blij. Ook een soort opgelucht dat ze oké ermee zijn. Dat is toch elke keer wel de vraag van hoe gaan ze reageren. Leuk. Ja? Ja. Ja, maar wel druk hoor. Wel veel. Ja. In huize Geerts is niet iedereen gelukkig met de komst van het achtste kindje. Vind je het een beetje schrikken? Ja? Ik wil niet nog een baby. Nee, wil jij niet nog een baby? En waarom niet dan? Gewoon. Nee, maar moet je vertellen waarom niet? Ik zag bij Suzanne zag ik wel een. Zo'n herriemaker erbij. Die moest er even aan wennen. Zeg maar. Dat kan ook nog. Ja, ik heb ook wel. Ik snap het ook wel. Vind je baby's een beetje veel herrie maken, misschien? Ja, hè?
Guus was nog heel even bang dat hij zijn kamer moest inleveren. Ja, dat zag je ook wel aan zijn gezicht. Maar het kan dus zijn dat je straks geen kamer meer hebt. Ja. Ja. En nu? Hoe gaat het dan nu? Denk al mijn spullen. Nee? Jij houdt gewoon je kamer, hoor. Echt? Ja, de baby die gaat gewoon bij ons op de kamer. Oh. Nee, Guus, dat is jouw kamer, nee. Die blijft van jou. Ja, ja, je hoeft hem niet in te leveren. Ja. Dat was jouw enigste zorg, hè? Dat je je kamer kwijt zou raken. Als het er nou twee waren geweest, dan was je je kamer kwijt geweest. Nou, wie wil er een tompoes? Ik! Hey jongens, op de nieuwe baby, op baby nummer 8. Op Billy. Zou dit al een voorteken zijn? Ja, het is roze. Een meisje Billy. Nee. Dit is mijn gezin. Ons hele gezin staat daarin uitgebeeld met al hun eigen karakterkenmerken. Hebben ze in een houten poppetje gegoten. Nummer 8, die hoort daarbij. Uiteindelijk zal die baby daar altijd blijven staan, zeg maar. We zullen misschien hem vervangen voor een groter exemplaar. Maar wat er ook gebeurt, de baby is nu onderdeel van ons gezin. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Wil je meer zien? Vergeet je dan niet te abonneren. En reageer, vinden we altijd leuk als je dat doet.